Spring erop. Nee. Oh. Remco. Lul. Je hebt gelogen. Ik haat het spel echt met passie. Ik wil niet flexen, maar ik doe het toch eventjes. Heel Wereld 2 is letterlijk klaar. Hey kijkers van de One Up Up, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van de Mario 64 race. We zijn weer met 4 deelnemers vandaag. Dat is Remco, ik, Jebber en Rick. En de ranglijst is ook in die volgorde. Kevin heeft ons verrast met een nieuwe deelnemer, heb ik gemerkt. En die is heel goed. Rick, welkom bij de race. Het gaat erg slecht. Ik denk dat stap 1 is om Jebber in te halen. Hij is natuurlijk druk in zijn hoofd bezig met Rick bijhouden. Want Rick gaat gewoon als een tierenlier. Maar daardoor past hij misschien niet zo goed op. En kan ik die tweede plaats overnemen? Ik heb geen idee wat ik ga doen. Ik heb een beetje gekeken naar de video van vorige week, maar that's it. En ik heb een aidsvlek op mijn wang. Yes, aidsvlek. Mario ligt nog te slapen, maar we gaan proberen een recordtijdje neer te zetten. Here we go. De tijd is begonnen met lopen en de eerste ster die ik wil halen is die ster die Rick ook heeft gedaan. Die tweede ster in dit level. Wat wel hielp is dat ik nu weet dat ik hier een sterretje kan halen. Nog één. Ik weet alleen niet hoe dat moet. Dan moet je onder de 21 seconden zijn. Oké, het is weer zover om eventjes de concurrentie een poepie te laten ruiken. Ik ga vandaag voor een iets wat gewaagde strategie. De high risk, high reward. Ik heb één trucje dat soms werkt en dan krijg je weer 2 sterren in 1 klap met ja, een redelijk korte klap. De kans dat je uit de map dondert is wel weer redelijk aanwezig. Maar ik geloof dat ik toch wel echt een gigantisch hoge voorsprong heb. Wat me juist al wat ruimte geeft om gewoon een beetje te doen waar ik zin in heb. Ja toch? Au. Thanks gast. Ik bak er gelijk alweer niks van. Godsamme man. Het zal ook weer eens niet. Ai. Nou goed, ik wil ook die 100 muntenster pakken, dus dan ja. Dit gaat als een leien dakje hoor, dames en heren. Dit is wel een lekkere tijd, denk ik zo. Zolang we die maar onder die 21 seconden blijven. Oh, ik heb hem toch gehaald. Nou ja, helemaal goed. Nou, dat is alweer sterretje 1. En dan zijn we hoe lang bezig? Een minuut. Zitten op de 16. Oh nee, 17, 18. Gaat het... Nee, dit wordt hem niet. Ik moet hem opnieuw doen. Ach, nee toch. Er zijn er nog geen 100, maar we zijn al in de buurt. Ik heb al een paar van de rode sterren, dat is ook fijn. Ik haat het spel echt met passie. Ik zit niet onder de 21 seconden. Ik heb precies 21 seconden erover gedaan. Oh my god. Nee toch. We gaan onszelf op een muur schieten. En die raak je wel of je mist. En dan ga je heel vaak dood. We gaan eerst even schouw op de muur in het algemeen schieten. Niet zo heel moeilijk. En dan vervolgens gaat die ster er een klein beetje zo. Als een soort drol uit je kont gat. Als je echt al heel nodig moet poepen. Die zo een klein beetje uitsteekt. Ja, dan pakken we hem gewoon toch. Nou, hey. Net als in de simulaties, gewoon in één keer. Wacht, Remco vertelde mij dat ik via de toads nog een ster kon krijgen. Nou, dat vertelde hij me niet, dat heb ik eruit gewist, maar... Gaan we dat doen? Dat is één. Als dit niet waar is, dan speel ik tijd. Maar dat zal vast niet het geval zijn. Nee, niet. Remco. Lul. Je hebt gelogen. Oké, ik ga er eentje proberen. Ik weet er nog één te vinden, volgens mij. Nou, hij heeft gelogen. Nou, dan gaan we weer terug, want ik wil dat level helemaal niet doen. Die vind ik niet leuk. Kijk, munten. Easy. Free coins. Ik heb de helft al. Oh, er ligt hier gewoon 1 ster, maar die kan ik nu beter niet pakken. Maar als ik die rode muntenster pak, gaat die niet weg. En dan kan ik zo gewoon nog een keer, die ster pakken. Pak er eigenlijk 3 in 1 keer. Oeh. Vorige week heb ik gewoon een aantal uur geoefend, jongens. Hoe vinden jullie die? Oké, okay, here we go. Deze bochtjes nu iets beter nemen. Iets beter nemen. Oh, nee. Oh, gelukkig. Nu wel onder die 21 seconden. Ik wil niet flexen, maar ik doe het toch eventjes. Heel Wereld 2 is letterlijk klaar. Ik weet niet meer welk knopje dat is. Nou, ben ik nou gek of... Ik weet niet hoe ik dat deed. Maar goed, we gaan dit level doen. Hoe werkt dit dan? Hoe kan ik zo'n... Oh, dat werkt niet zo. Oké, Remco. Notitie aan jezelf, dat werkt niet zo. Dat mannetje verslaan bovenaan de toren en dan nog een keer om boven in de toren te klimmen. Dan denk ik dat we wel ongeveer rond de 5 à 10 minuten moeten zitten. 5 à 10 minuten? Dat is nogal een wereld van verschil, meneer Dooms. Nou, we gaan het allemaal meemaken.
Rick, hoe is het bij jou? Beetje zin in de video? Ik ga eerlijk met je zijn, ik vind het echt een kutwereld. Vroeger vond ik hem nooit leuk, want de meeste sterren zijn best wel moeilijk. Behalve als je allemaal hele vieze trucjes kent. Ga ik er nu uit of niet? Nee, toch? Nee. Volgens mij niet, toch? Ah, jawel, kak. Frick. Daar ging Remco weer. Hij was weer played. Oh, ga maar gewoon hier overheen. Ga maar gewoon hier. Nee, Kevin. Oh, sukkel. Je bent veel te gehaast. Dit duurt allemaal veel te lang, Kevin. Dit duurt allemaal veel te lang. Ja. Dat zijn twee. Oh, je moet langzaam naar beneden gaan. Oh. Nou, dat is wat te doen. Hoppateetje. Nou, dan hebben we die ster ook meteen. Dat is nummer 2 al. Dat gaat heel goed. Maar hoppatee. Nummertje 2 alweer. Dit gaat heel goed. Ik denk niet dat ik deze sprong kan maken. Ik heb daar de motoriek niet voor. Ik wil hem wel gewoon heel graag maken. Hoe doe je dat dan? Ai! Oké, ik ga even kijken hoe Rick dat heeft gedaan. En terwijl we hier kijken naar Remco die rustig tijdens de race de tutorial van Rick aan het bekijken is en zijn tijd rustig blijft wegtikken, schakel even over naar Kevin, bij wie het ook allesbehalve vlekkeloos verloopt. Hallo meneer, ik wil graag met u vechten. Zo. Boom! Nee, Kevin! Oh, en zelfs dat doe je te traag. Oh my god. Spring nou! Nee, Kevin! Oh, sukkel! Sukkel! Nee! Spring! Oké, dat is 1. Oh, jongen. Dat is 2. Oh, kijk, dit had zoveel sneller gekund allemaal. Oké, sterretje 2 is wel binnen die 5 minuten. Maar ja, het had allemaal sneller gemoeten. We gaan vandaag van de glijbaan af. Daar liggen gigantisch, maar dan ook gigantisch veel munten. Bijna genoeg om de 100 muntenster te halen. Als je gewoon eventjes heel snel door het level heen raced en net eventjes een paar extra munten meeneemt. Wat ik nu dus soort van aan het doen ben. Een muntje of 20 is redelijk genoeg. Nu denk je misschien, hey, leuk allemaal dit pik, maar hier is de ingang van de glijbaan niet. Daar heb je een heel goed punt. Daarvoor gaan we een heel klein trucje gebruiken wat zo nu en dan nog wel eens wil mislukken. Namelijk dit. Nou, dat ging best goed. Je hoeft er niet per se bij te schreeuwen, maar maakt het wel een klein beetje gezelliger. Oké, we hebben al redelijk veel munten verzameld. Gaan we eventjes heel gauw hierheen voor dat gouden oude teleportatietrucje. Kijk eens aan. Oh ja, zo. Bukken naar voor. Rennen, bukken. Oké. Okay. Oh, dit kan ik. Dit, Remco, dit kan jij. Kutspel! Ik zweer het, ik smijt de controle nog door het fucking ding heen. Als je mij wat tips kan geven, hè, weet je, hè, laat even in de comments weten. Want ik bak er gewoon niet zoveel van. Dat is gewoon een beetje spijt ik. Let's go! We gaan naar boven in de toren, dames en heren. Zo gaat-ie goed. Oh. Nee, Kevin, sukkel. Oh, ik wil ook een keer snel zijn, maar het gaat niet zo goed. Ik wil in die kooi landen. Die. Nu? Nee! Oh, nee. Ik zat zo vol goede hoop in het begin van deze aflevering. Ik ga niet liegen. Die is gewoon een ster die ik ga in het begin van de eerste aflevering. Ik dacht dat deze, ja, het is gewoon stom. Het is gewoon een beetje stom. Easy. Daar komt de brug. Neem nou maar even de tijd, hè? In plaats van dat je allemaal tijd verliest. Ik heb momenteel het nadeel dat ik waarschijnlijk net iets te veel munten heb. Je wilt namelijk die 100 muntenster halen bij het einde van de glijbaan. Als je halverwege de glijbaan de 100 muntenster hebt, heb je een probleem. Want je kan niet meer bij de ster. Je kan de glijbaan niet echt meer op. De glijbaan is nogal glad en werkt, ja, heel erg één kant op. Dus let er goed op dat je niet te vroeg al die munten pakt. Shoot into the wild blue. Ah, ik weet al, voor mij moet ik dan, ik weet ongeveer wat ik hier moet doen. Hallo, wat kost hier een watermeloen? Hier zit er één volgens mij, of heb ik die al? Nou goed, ik weet dat er hier eentje zit. Waar zit die ster nou? Hier zit toch een ster? Spring erop. Nee! Oh. Kijk eens aan. Misschien als ik echt een goede sprong maak, heb ik hem meteen. Ah, dat is jammer. Oké, wat je nu moet doen is alsnog een klein trucje wat heel irritant is met je camera. Ah ja, nu komt hij daar tevoorschijn. Ja.
Ai. Geen idee. Nou, nog een keer proberen, hè. Oh, nee, er zit wel een ster, joh. Hé, stop de tijd maar. Kevin? Ha. Nee. Ik heb dit trucje natuurlijk niet ingestudeerd voor vandaag. Dat zou gewoon flauw zijn. Ja, dit werkt. Kijk eens aan. Gaan we zo terug op de glijbaan? Pakken we die ene ster? Hartstikke mooi. Is het enige wat we goed moeten doen? Ik vind het zo fijn hoe goed het gaat vandaag, joh. Enige wat we te doen. Eventjes uit die sneuwe blokhut naar buiten. Oké, we gaan nog een trucje proberen die ik geleerd heb. Hier gaat mijn tijd. Ik weet niet eens hoe die dit deed. Zo? Oh, ja, ik denk dat ik het zo wel kan. Oh, hey, thanks. En dat was nummer 3. Zo doe je dat. Bam, bam, bam. Ik zou zeggen, tot volgende week. Ja hoor, we zitten in de lift. Jongen. Oh, dit gaat niet zo goed. We hebben de derde ster. Here we go. Ik denk dat we rond de 5 minuten zitten. Ja, droom lekker verder, Kevin. Telt gerust een minuutje bij je op anders. We zijn 5 minuten bezig. Jongens, wat een lekkere tijd is dit. En opslaan. Het is een beetje verdrietig en depressief. Maar ja, als jij weet hoe ik het beter kan doen, zeg gewoon waar alle easy sterren liggen in de comments. Stuur tutorials naar me door op Twitter, weet ik het, joh. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. En ja, zoals altijd vanaf hier, ciao. Jongens, ik ben benieuwd naar jullie tijden en heel veel succes. En dat brengt ons weer bij het scorebord, waar we zien dat Rick dik bovenaan blijft staan, aangezien hij een dikke minuut sneller is dan de tweede plek van Jabber. Kevin wilde inlopen op Jabber, maar was toch weer een minuutje langzamer, waardoor hij die ingelopen minuut van vorige week eigenlijk weer inlevert. En Remco, ja. Ja, we duimen allemaal dat aflevering 5 eindelijk die aflevering wordt dat hij onder die 10 minuten kruipt. En als we dan kijken naar de nieuwe tijden, dan kruipen Kevin en Jabber beide naar het half uur toe en zit Remco nog net onder het volle uur. Ik ben benieuwd wat de heren volgende week gaan presteren. Tot volgende week!